Westervoort heeft een prachtig station, maar toch baart het verschillende inwoners van het dorp grote zorgen. Op dit stukje weg heeft iedere fietser, voetganger en automobilist de grootste kans om een ongeluk te krijgen. En dat klinkt als een foute lotto-reclame, maar het is natuurlijk de harde werkelijkheid. De reconstructie Brugweg Zuidelijke Parallelweg van het station naar winkelcentrum De Weiborg is levensgevaarlijk. Een belangrijke taak voor de gemeente is om duidelijkheid te verschaffen wat nou de bedoeling is. Hè. Kijk, de weg is natuurlijk ingericht volgens een bepaald model. Er lopen hier een aantal modellen doorheen. We hebben te maken met de snelfietsroute. We hebben te maken met een oversteek bij het station waar veel gebruik van gemaakt wordt, gelukkig. Dit is indertijd zo bedacht. Maar als in de praktijk blijkt dat hier toch onduidelijkheden, vragen, in de woorden van sommige mensen levensgevaarlijke situaties zijn. Als gemeente zijn we altijd bereid om te kijken van hoe kunnen we dingen verbeteren. Bij de Zuidelijke Parallelweg is de situatie voor voetgangers en fietsers compleet verschillend. Waar automobilisten voetgangers voor het zebrapad voorrang moeten verlenen, geldt dat dan weer niet voor fietsers die haaientanden zien en dus moeten wachten. Als automobilist mag je dus doorrijden, maar moet je wel tegelijkertijd opletten, want voor voetgangers moet je stoppen. Iets verderop heeft die fietser juist wel weer voorrang. De situatie is hier dat de fietser dus nu moet stoppen en ik mag in principe doorlopen. En lijkt mij voor de automobilisten erg onduidelijk, maar voor de fietsers en de voetgangers ook. En erg inconsequent ook ten opzichte van de volgende oversteek weer. Ja. Daar mogen de fietsers dus voor gaan en moeten de auto's wachten. De situatie is bekend bij de gemeente Westervoort. Er zijn wat klachten en opmerkingen binnengekomen. Op de website westervoortplaza.nl is het onderwerp ook actueel. Kortom, tijd voor actie. Daar is het wel heel duidelijk aangegeven dat de fietsers voorrang hebben. Als het licht is. Als het licht is, maar ook de borden staan wel ernstig voor het zicht van de automobilist. Dus je moet heel goed opletten, maar daar hebben de fietsers wel voorrang. En daar moet de automobilist zeer zeker heel ernstig ook opletten. Wat is uw advies? Ik zou toch kiezen voor een verkeerslicht hier bij de stationsovergang. En die gewoon doorlopend op groen staat en op het moment dat er iemand wil oversteken even op rood komt. Dat zou de oplossing zijn? Dat zou mij het meest aannemelijke lijken. Maar goed. Tot die tijd opletten. Dat zeker. Ja. Wat ik al zei, we gaan zeker opnieuw kijken. Hè. We hebben al een aantal aanpassingen gedaan. Maar nogmaals, we nemen echt die klachten serieus. En we willen absoluut voor onze inwoners een veilige situatie. Dus daar zullen we zeker naar kijken. Vooralsnog, of u nu loopt, fietst, rijdt met de auto of de hond uitlaat. Het blijft nog even uitkijken op deze weg.